Paulien, vertel nog eens over het voetbal van gisteren. Ja, laat ik dat eens doen. Ja, je hebt het vast wel meegekregen natuurlijk. Ja. Nederlands elftal is gisteravond uitgeschakeld op het EK. Tsjechië was in Boedapest te sterk voor Oranje en won met 2-0. Michel Hooghaas uit Dronten was erbij in het stadion in Boedapest. Goedemorgen, Michel. Goedemorgen. Hoe is het met je? Nou, wat zullen we zeggen? Ik ben wel eens leuker wakker geworden. Ja. Beetje over de teleurstelling heen? Nou, het zag er tijdens de wedstrijd al niet echt meer naar uit naar die rode kaart. Dus, nee, ja, toen voelde je het al wel draaien. Dus, ja, ik vond eigenlijk vanaf de aftrap had ik zoiets van... Ik miste de beleving. Hoe was dat in het stadion? Iedereen staat in het oranje en iedereen heeft een geweldige dag gehad. Dus die beleving is er wel. Alleen misschien moeten we die elf de volgende keer met de oranje max mee laten lopen. Misschien dat ze er wel kwakker zijn, ik weet het niet. Ja. Ja. Met wie was je daar? Met mijn dochter, schoonzoon en een vriend. Oké, en was gezellig ondanks alles nog in het Nederlandse vak? Of was iedereen zo teleurgesteld dat je zegt van nou, snel naar het hotel en hup in de auto? Nou, dat hotel hebben we helemaal overslagen. Wij zijn meteen in de auto gesprongen en weer terug aan het rijden. Oh, oké. Okay. En ik hoor nu nog autogeluiden op de achtergrond. Waar ben je? Wij zijn bijna bij Arnhem. Oh, Brouws en Arnhem, Harderwijk, Dronten. En daar ben je er. We zijn er bijna. Nog even doorrijden. Ja, en tijdens zo'n rit heb je het dan telkens nog over de wedstrijd of toch niet meer? Nou, je bent natuurlijk met het thuisfront aan het schakelen van... was het wel een rode kaart en was Wijnaldum echt zo slecht? Is Frank de Boer al weg? En dat soort dingen, daar heb je het natuurlijk wel over. Oh. Ja, wat vond je van Memphis? Hetzelfde als Wijnaldum, ik heb hem amper gezien. Ja. Oh, op die manier. Gek, hè? Het hele middenveld was eigenlijk weg. Ja. Ja. En dat werd het met de wissels ook niet beter op. Dus het kantelpunt was dat Malen, als Malen die bal erin schiet, dan wordt het 1-0. En dan is de licht niet 30 seconden later met een rode kaart het veld af. Dan wordt het een hele andere wedstrijd. Maar het was sowieso al, wat je ook zei, de eerste helft was al heel slecht. Ja. Van allebei de kanten trouwens, hoor, die Tsjechen waren niet veel beter. Dus, maar Michel, was de scheids nou partijdig? Nou, die paste zich aan het niveau van de wedstrijd. Laat het aan het bouwen. Dat is ook een analyse. Ja, dat is een goeie, ja. Nou. Ja, dat is een goeie. Hey, en zeg nu maar voor België dan? Ja, die hebben gewonnen, dus ja, dat weet ik niet. Ik moet heel eerlijk zeggen, als Nederland elftal niet meedoet, maakt me niet heel veel uit wie die dan volgens kampioen. Okay. Ga je alles nog zitten volgen of krijg je nu een bak vrije tijd? Nee. We gaan al braaf kijken. Het is leuk smaak. Okay. Hey, en dat hele tripje, tickets. Ja, mag ik vragen hoeveel geld je daarvoor kwijt was in totaal? Nee. Ja, dat mag je mij best vragen. Maar dat valt heel erg mee. Oh. Je gaat gewoon naar uefa.com en dan kun je kaarten kopen als je geluk hebt. En wij zaten op de eerste ring, op rij 20 voor 30 euro per kaartje. Oh, nou dat valt alles mee. Wat dat betreft hoef je er zeker geen spijt van te hebben. Maar slokken benzine en je bent er. Nee hoor. Nee. Wat dat betreft. Het was hartstikke leuk. Het was alleen jammer van het voetbal. Ja, nou ja, maar wat je zegt, je hebt natuurlijk wel gewoon de beleving. Dat lijkt me hartstikke leuk tussen al die fans. Ja, dat is ook hartstikke leuk. Ja. Okay. Nou, nog een stukje rijden en dan ben je weer lekker thuis in Dronten. Goeie reis nog en bedankt voor je verhaal. Dankjewel. Joe. Hey. Hoi.